Yo mensen, vet dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Pitvy in the building. En we gaan gewoon vette shit maken samen met mijn broeders daar zo allemaal. Wordt echt vette shit jongens. Je ziet rook gewoon hier vanaf. Fucking ja. Ik zie jullie zo weer. Oké, dat stukje is... Mensen, ik moet jullie echt wel duidelijk maken. Jullie moeten even allemaal op dat belletje klikken op YouTube. Jullie moeten allemaal even, vloep, het is maar één klikje, even op dat belletje. En ja, dan gaan jullie niet zo snel weg, weet je. Want ik zie dat abonnees stijgen, dan weet je fucking hard dalen. Dus allemaal even op dat belletje klikken en dan ben ik blij. En jullie ook. En dan zie ik jullie zo weer. Nou mensen, ik ben een beetje aan het chillen, samen met Max. En ik sta nu op de... Zijn jullie wel echt chill? Ja. Helemaal gek, maar we gaan gewoon een beetje kijken. En het was zeg maar zo dat er een kapster was. En die ging heel de tijd... Het was net een spelletje jongens. Want wij gingen zo naar boven rennen, zo een soort van weer terug omdat die mevrouw kwam. Die kwam heel boos aan. Dat is super grappig, maar dat is hier gebeurd. En trouwens, ik heb zelfs een paar fans. Heb ik dit lopen doen, omdat die video blijkbaar zo populair werd in Bergsmoor. Dat is cool. Nee, dat vind ik zo. Ja, dat vind ik, ja. Oh, oké. Nou, Max. Ja. Heb ik dat super boeiend verhaal verteld? Wat vond je daarvan? Ik vond het heel cool. Jammer dat ik er niet bij was. Je was er wel bij. Bij dat verhaal. Oh nee, daar was... Ja, nee, oké, hij was er niet bij, denk ik. Nou, ik was wel bij het verhaal. Oké, ik was wel bij het verhaal. Ja. Maar ik was zeg maar niet toen het gebeurde. Oh, oké. Nou, is goed. Maar je bent nog aan het filmen. Ja. We moeten abonnees halen. Jongens, even stil. We moeten abonnees halen. We moeten 10.000 gaan halen, jongens. Gaan we dat doen? We zijn even in. Jongens! Gaan we dat doen? Ja! We gaan voor de 10.000. We gaan voor de 10.000 achter de, nu. Kerk. We zijn zo bezig. Vanaf dat plekje bij de Jumbo kan je. Ik ben aan het bellen. Oh, hij is aan het bellen. Ik dacht dat hij tegen ons had. Maar jongens, ja. De 10.000, we kunnen dat halen. En gaan we dat doen? Tuurlijk. Sowieso, we hebben fucking veel mensen die kijken. Als ik duizend. Dus goed. Arthur heeft gewoon in die week dat ik daar stage heb gelopen, gewoon 1000 abonnees erbij gehaald. Dat bedoel ik. En ik moet nog alle week prettig gaan, gezelligheid. Dus ja jongens, 10.000 jongens, ik hoop het. Weet je wat ik wel raar vind? Dat ik nou weer niet in beeld ben. Ja, maar weet je wat het grappig is? Als je cameraman bent vanaf nu van Pitvy, moet je je bek houden. Ja. Nee. Cameraman 1 gaat ontslagen worden, dankjewel. Yo, Max. Yo, kom. Dit is eigenlijk gewoon het chillplekje waar ik altijd leuk vind om gewoon te chillen, weet je. Het is altijd zo, het regent dan en dan denk je van, hey, waar kunnen we een plekje vinden waar we gewoon droog staan? En dat is dit plekje. Trouwens, moet je kijken, hier door het raam kan je gewoon zien dat hier gewoon een garage onder stuurt. Bizar, what the fuck. Eerlijk, had je dat gemerkt toen je aan het filmen was? Nee, zie je? Dat dacht ik al, even deze keer. Ja, dankjewel. Oké, what the fuck, dit is raar. Wow, gewoon een auto uit de garage. En dat er dus een mevrouw uitloopt. Huh? Wat de fuck, er een mevrouw daar zo. Nee, die deur. Huh? Ja, oké, maar dat maakt niet uit. Ja? We zijn heel even bezig zijn voor YouTube. Filmen. We zijn zo weg. Ja. Dat is een inwoner hier zo. Maar mensen, gewoon het idee dat ik hier zo sta. En dat niemand mij nog heeft weggestuurd. Nog niet.
Nee, grapje. Zijn we weer, fucking vet jongens, ja. We zitten een beetje hier te chillen bij de plus en ik zag Martijn dus en ik was er al, hij hoor. Was er al hoor, maar ja, zij, Max en hij waren even weggelopen ja. Van de groep, maar ik had het niet door, dus als dus, ik het verteld, ging niet zijn voicemail nadoen. En toen hoorde ik Max er tussendoor schreeuwen. Ja, nou dat is bijna ik weer hè. Nou, ja, dat is een heel vlog dan. Hebben jullie het intussen? Ja, even beelden van mij. Mooi verhaal verteld. Ja. Ja. We zijn nog steeds aan het chillen, zeker weten. Met de mensen, gewoon met de boys. Je weet zelf, bijna 7k toch. Ik wil de 10k halen, heb ik al eerder gezegd, maar ik wil het gewoon. What the fuck, Max of niet? Maar die kennen jullie nog wel. Nee. Zeg even wat leuks. Kijk. Wat leuks. Yes. Yes. Wat leuks. Zeg eens even wat leuks tegen de kijkers. Wat leuks tegen de kijkers. Nee, dat niet. Zeg even wat leuk. Wat leuk. Switch geef mijn fucking telefoon. Nou jongens, we zijn lekker aan het chillen. Hey, wij komen op nieuw jaar sowieso. Deze maand is 10k bij kerst. Belletje. Kerstcadeaus 10k halen. Belletje. Gaan we doen jongens. Op de belletje doen we jongens. Laat. Mensen, we gaan naar Hessen toe, sowieso. Ilse is er niet bij. En ik ga fietsen, mensen. Naar Hessen. Shout-out naar iedereen naar Hessen, serieus. Oké. We zijn er weer man, we zijn er sowieso. We gaan straks nog ergens anders chillen. We zijn in een bos, ik weet ook niet welk bos eigenlijk. In het Pedo Arthur bos. Oh, sta even op. Ik sta even op voor de video. En weet voor je, de voor de foto. Dat doen we voor de foto. Alles voor de foto. Toch mevrouw? Alles voor de foto toch? Ja. Ja. Maar we zijn hier aan het chillen, een beetje aan het relaxen. Andere mensen zitten daar zo. Nee, die zijn al weg. Die zijn bij de Jumbo. Bij de Jumbo. Waarom voor de foto? Bij de Jumbo. Op de foto van de Jumbo. Oké. Okay. En 10k mensen en dan ben ik helemaal blij. Artje van Leeuwen, 24 karaat. Hij vloeit verwarmen en jij lamina. Toch? Waarom ik Hessen niet gefilmd heb, is omdat het een beetje saai was. Hessen was niet zoals ik dacht dat het was. Maar gelukkig gaan we weer verder in Bergsenhoek. Gaan we even vandaag filmen. En dan daarna gaan we sowieso weer een nieuwe maken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. 10k mensen, die moeten we gaan halen. En mensen, we zijn weer in de garage natuurlijk. En dat is een goed nieuws, want de auto's staan er niet. Ik weet echt niet wat ik moet filmen, jongens. Ja, lach maar, met je ballenbek. Domme jongens in de stad. Dom. Domme jongens in de stad. Dom. Domme jongens in de stad. Dom. Oh yeah. Een kaffer en matte. Mensen, vet dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. We gaan even de 10k halen man, sowieso. Ik zie jullie weer later.